Dames en heren, jongens en meisjes, wat is het weer een prachtige dag in Content Veen seizoen 4. Ik heb er enorm veel zin in. We staan hier bij mijn prachtige cactusfabriek en bij mijn prachtige bamboefabriek. En we hebben hier natuurlijk de kringloopwinkel die in de vorige video is ontstaan. Hier hebben wij heel veel van Justin zijn spulletjes neergelegd die hij allemaal terug moet kopen met de diamonds die ik hem heb gegeven. En ik ben benieuwd wat hij allemaal terug gaat kopen. Hij is er nog niet geweest, dus dat is wel jammer. Ik zie je boerengebied daar wel aan de verte hoor, Justin. Ik hou je in de gaten, jongen. We houden hem in de gaten, jongens. Maar goed, dat gaat niet vandaag gebeuren. Vandaag gaan we een aantal andere dingen doen. Terwijl jullie deze video kijken, zit ik namelijk lekker in Aruba met een drankje in mijn ene hand. Waarschijnlijk een hamburger in mijn andere hand. Ik moest even nadenken. En ben ik lekker aan het genieten van het zonnetje. Dus vandaag moeten we even veel voorbereidingen doen. Ten eerste ga ik een stukje verder bouwen aan mijn megabasis hier. En ik heb echt de beste support ooit. Onze lieve korfbal Char heeft voor mij al deze spullen hier verzameld. Waardoor ik gewoon gelijk met mijn timelapse kan beginnen. Jongens, kunnen jullie allemaal even in de reacties achterlaten? Char, dankjewel. Hartje. Laat me gewoon even weten dat ze het echt waarderen dat zij spullen heeft verzameld. En wat we met deze spullen gaan doen, dan moeten we heel even deze kant op lopen hier. Het is namelijk tijd om een beetje verder te gaan met de zijkant van mijn megabaas. Want zoals je nu kan zien, ik bedoel, stel jij heet Joris of stel jij heet Char trouwens. 1, 2, 3, 4, 5 beacons staan hier gewoon aan. Er staan gewoon 5 beacons aan hier. Maar stel je woont hier of zo, weet je, dan is die zijkant is nou niet echt heel bijzonder of zo. Kijk, het ziet er natuurlijk leuk uit van voor, maar van de zijkant slaat het nergens op. Dus dat gaan we met die verzamelde spulletjes van Char even goed regelen. Verder is dit gedeelte hier natuurlijk ook nog hartstikke kaal. En we gaan hier niet echt heel veel bijzonders doen. Maar wat ik wel wil doen, is eindelijk een keer dit pad hier voor mij. Want we hebben een pad tussen de enchantment table van meneer KB en mijn cactusfabriek hier. Hebben wij een pad zitten. Die moeten we even linken aan de basis van Joris en aan Mandy's Mansion daar. En over Mandy's Mansion gesproken, daarvoor moet ik volgens mij heel even naar het postkantoor. Ik heb een tijdje geleden een brief gekregen volgens mij van Char waarin die geopend is. Even, ja, Mandy's Mansion. Beste Content Veeners, na weken grind is het eindelijk zover Mandy's Mansion gaat open. De mansion is verdeeld in 13 verschillende ruimtes met 13 verschillende soorten villages. Het is niet normaal groot. Oké, ik kan een aantal abonnementen nemen, een standaard abonnement. En dat abonnement biedt mij de mogelijkheid om met de villagers te gaan traden. Maar hiervoor moet ik wel zelf de emeralds verdienen. En dit abonnement kost 45 diamonds, de goedkoopste optie. Oh, dat is echt heel duur. Wat is optie 2? De VIP abonnement. Krijg ik toegang tot de emeralds? Oké, dus kan ik met de villagers traden en toegang tot de emeralds. En hoef ik ze niet eerst te traden. Oké, dat scheelt. En dit abonnement kost 64 diamonds. En wat is dan het duurste abonnement? Natuurlijk is een abonnement bij Mandy's Mansion vrijblijvend. Daarom is jouw derde optie om dit boekje te negeren een erg saaie keuze. Oké. Ik denk dat ik wel voor de optie 2 wil gaan voor het VIP abonnement. Maar daarvoor heb ik een stack diamonds nodig. Laten we eerst even kijken bij Mandy's Mansion. Want dat is serieus. Dat is zo ontzettend handig om een abonnement op dit gebouw te hebben, jongens. Hij is eindelijk af, eindelijk open. Laten we even een kijkje nemen. Mandy's Mansion. Je hebt hier alle soorten villages. Je hebt hier volgens mij... Ja, dit zijn alle voervillages. Kijk hoeveel er zijn. Dan hebben we hier nog meer villages. Volgens mij zijn dit cartographers. Dan hebben we hier nog heel wat librarians. Ah, laat maar. Hier hebben we de cartographers. Ik weet niet wat dat net was, maar dit zijn de cartographers. Heel duur woord. Heel mooi. Gaan we de verdieping hier naar boven. Dan hebben we hier alle butchers. En dat zijn gewoon letterlijk sushi teentjes. Lijkt wel alsof je hier aan de grill lekker sushi kan eten. Dan hebben we hier de clerics. En daar hebben we grote potion bottles staan. En allemaal gekke buizen met smurrie er doorheen. Hier staan alle nimwits. Althans, dit zijn volgens mij nimwits waarmee je niks kan. Maar wat hebben we hier? Leatherworkers hebben we hier allemaal. Het is zo ongelooflijk groot, Mandy's Mansion. En we hebben nog volgens mij nog niet eens de helft gecheckt. Dus laten we even snel doorgaan. Hier hebben we de prachtige toolsmith. Dan kan de weaponsmith ook niet ontbreken. En dit hier ziet er echt heel cool uit. Ontzettend veel masons natuurlijk. Een heel rijtje met fishermen. Deze knaapjes hier maken natuurlijk prachtige armor voor ons. Dan hebben we nog shepherds. Die lekker allemaal in bedjes zitten zo te zien. En tot slot hebben we natuurlijk ook nog Mandy's torentje. De eigenaar van dit prachtige gebouw natuurlijk, Mandy. Hoe is het met je, Mandy? Oh, jij hebt mooi uitzicht op mijn gebouw. Nou trouwens, ik ga de zijkant mooi maken. En dan heb jij mooi uitzicht op mijn gebouw. Komt helemaal goed. Dus ja, Char, ik ga zeker een stack diamonds uitgeven zodra ik die heb aan dit prachtige gebouw. Want ik wil je voortaan ook gewoon komen om met villagers te traden. Au, ik had mijn lighter niet op. Maar eerst is het tijd om zelf verder te gaan met mijn eigen basis. En daarna de paden te laten aan te sluiten. Dus laten we even mijn lighter en zo omdoen. En dan terug deze kant op vliegen.
Wat we gaan doen aan mijn basis is het zijkantstuk. En ik denk van dat glas daar tot ongeveer het gras daar gaan we doen. Dus dat is het eerste blok hier. Gaan we een leuk detail geven. En omdat ik natuurlijk nu op, terwijl je dit kijkt, op vakantie ben, betekent dat ik op dit moment hard aan het voorbereiden ben. En niet de tijd heb om zo'n grote timelapse te doen als vorige keer. Dus het zal iets minder werk zijn dan normaal. Maar even goed zal ik heel erg mijn best doen om er een leuke video van te maken verder. Dus laten wij de spulletjes pakken die Char voor mij verzameld heeft hier. 1, 2, 3. Terug deze kant op vliegen. Zetten wij die spulletjes even, badabim, hier neer. Dat is een mooie plek, want dan kunnen we telkens dicht in de buurt blijven. En dan horen jullie de muziek natuurlijk al opkomen. Dan gaan we een klassieke timelapse in waar alleen maar gebouwd wordt in 3, 2, 1. Dit was een kleine timelapse, maar ik ben wel heel blij met het resultaat. Zoals jullie kunnen zien hebben wij gekozen voor een mega groot tandwiel dat hier uit de zijkant steekt van het gebouw. Dat het echt een beetje dat fabrieksachtige terugbrengt. Dan daarbovenop een balkonnetje en hier behoorlijk wat groen. En ik ben zelfs van mening dat ik te veel groen heb gebruikt, dus ik wil heel even wat proberen. Als ik dit hier weghaal, ziet het er dan beter uit. Volgens mij heb ik te veel groen gebruikt. Vooral hier onderop en helemaal bovenop. Het is nu net een beetje te plantachtig en het moet wel gewoon ook op een fabriek blijven lijken. Dus laten we ook hierboven even die blaadjes weghalen. Ik heb net te veel groen gebruikt. Althans, dat denk ik hoor. We gaan het weghalen als het uiteindelijk mooier was met het groen. Dan kunnen we het altijd terugplaatsen. Maar als we dit dan zo doen, laten we dan even kijken hoe dit eruit ziet vanaf dezelfde hoek als net. En ja, beter. Veel beter. Ik had echt te veel van die groene blaadjes gebruikt op locaties waar het helemaal niet nodig was. Dus ik denk zoals dit dat het een stuk beter is. En nog maar 3 rockets. Laten we even goed eromheen vliegen. Ja, dit ziet er netjes uit, jongens. Dan hebben we hier het appartementengebied. Dan hebben we hier dat grote tandwiel. En als we dan hierboven kijken, hebben we een heel leuk nieuw balkonnetje gemaakt. Ik weet niet wat voor kamer dit gaat zijn. Misschien kunnen we hem linken aan deze kamer hier. En er zit gewoon de exclusieve VIP-ruimte. Maar je hebt hier uitzicht op Mandy's Mansion. Je hebt uitzicht op Joris en Basis. En je hebt uitzicht op de Slime Farm. En nog meer fabrieken daar. Ik weet niet wat voor fabrieken er allemaal nog meer staan. Maar in ieder geval heel wat uitzicht heb je vanaf hier die je nog niet eerder had. En natuurlijk gewoon zoals gewoonlijk een leuke schoorsteen. Hey, dan ben ik helemaal tevreden met hoe dit er allemaal uitziet. Laten we nog 1 keer even van een afstandje kijken. En boom! Ja, dit is mooi, hé. Dit ziet er echt oprecht heel leuk uit. Ik wil vanaf... ik wil even vanaf Joris kijken. Hey, stel je heet nou Joris de Pipa Porus en je bent gewoon eigenaar van dit prachtige benzinestation hier. En je bent lekker over je basis aan het lopen, lekker je ding aan het doen, ermee je neus aan het peuteren en zo, zoals Joris altijd doet. Ik weet dat je dat doet, Joris. Ik heb het je zien doen. En je loopt hier, dan ziet dit er toch serieus wel gewoon echt heel cool uit. Moet je voorstellen als die achterkant, hij moet nog ongeveer tot daar helemaal doorlopen. Stel je voor dat dat ook volgebouwd is en hij wordt nog hoger. Dit gaat oprecht echt het coolste gebouw ooit worden. Wel heel druk. Het is wel echt een heel druk gebouw. En een hele bijzondere stijl, maar ik vind wel wat hebben. Het is even een keertje wat anders weer. Oh, trouwens, mijn rockets zijn op. Oh nee. En de rocketshop van Joris is volgens mij nog niet open. Ik moet terugwandelen. Gadverdamme. Moet ik gaan wandelen? Wie heeft daar nou zin in? Hey, dat geeft me wel een goede reden om gelijk dat pad zo meteen te gaan maken. Van Joris en Baas en Char, de Mandy's Mansion. Dat we dat gewoon even regelen, want nu moet ik lopen over het gras. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, hè jongens. Gadverdamme. We moeten gewoon over paden kunnen lopen. Nu kom ik erachter hoe groot mijn basis eigenlijk is. Normaal vlieg ik er overheen. Dan kom ik overal gewoon binnen no time. Maar als je in 1 keer weer alles moet gaan bewandelen zoals dit, dan duurt het ineens weer heel eventjes voordat je overal binnenkomt. Dan kan ik wel weer een keertje gewoon om me heen gaan kijken wat ik allemaal gebouwd heb hier. Dan waardeer ik het misschien wel wat meer, weet je? Goed, 1, 2 diamonds. Lopen helemaal naar de winkel van Char. Ik kan niet wachten tot Joris' winkel open is. Dan kan ik gewoon heel veel rockets kopen. En daar zijn we dan. Nee, ze zijn op! Nee! Nee! Oh, dit is echt heel vervelend. Nou jongens, back to the roots. Een aflevering zonder vuurwerk vanaf hier. Ik kan mijn lighter net zo goed afdoen. Moeten we weer waterliften gaan gebruiken ineens. Heel ouderwets allemaal. Nou, laten we dan maar wat spulletjes verzamelen voor dat pad dat ik wil... Laten we maar spulletjes verzamelen voor dat pad dat ik even wil bouwen nu. En deze gelijk terugplaatsen hier. Doenk.
We hebben koper nodig. Heel wat koper voor het pad. Want het pad is natuurlijk alleen maar van koper. Nou, trouwens, dat is niet waar. Dat is niet waar. We hebben ook heel veel steen nodig. Mijn pad is namelijk gecombineerd ook met deze blokken hier. Deze blokken hier. En ook heel veel granite. Oeh, dat is bijna op. Dus dat moeten we even opnieuw gaan verzamelen. En worden we gek van die zombies hierboven. Wacht. Laten we de spullen even in een shulkerbox stoppen. Pakken we even wat toortjes hier. Een stack. Even wat random bouwblokken. Want aangezien ik niet meer kan vliegen op het moment, moeten we helemaal omhoog bouwen hier. Volgens mij is het namelijk echt slecht belicht. En nu ik het nog dichter heb gebouwd, daar, ja, er staan allemaal monsters hier. Laten we het hier even een keertje gewoon belichten. Oh, het zijn er ook echt veel. Het zijn er echt heel veel. Oh, mijn god, dat zijn veel monsters. En ook skeletons. Kom maar even naar het licht toe, jongens. Kom maar even hierheen. Dan ga ik hier wel vechten tegen jullie. Kom maar. Komt er maar. Hoppa. Even die skeleton ook. Creepertjes erbij. Nog meer creepers. Jongens, ga weg. Laat me met rust. Irritante beesten. Zo, dan kunnen we het wel gewoon even. Want dit was echt heel irritant, dit. Ik merkte het ook al tijdens het bouwen. Toen ik dit hier aan het bouwen was van binnen. Toen werd ik ook alleen maar aangevallen door die poepbeesten hier. Dus zo, nu is het gewoon eventjes een beetje belicht hier. En dit is meer dan genoeg, denk ik. Misschien in dit hoekje nog even zo en hier nog eentje. Hoppakee. Goed belicht nu? Ja, jawel. Helemaal prima. Goed, dan gaan we het pad gaat vanaf deze ingang hier komen. En ik wil het pad op deze hoogte houden. Ik wil hem niet zeg maar heel natuurlijk met de vloer mee laten lopen. Want dat past totaal niet bij mijn basis. Mijn basis is alles helemaal plat. Dus wat we gaan doen is eventjes deze hier pakken. En dan wil ik beginnen door gewoon eerst deze lijn helemaal hier door te trekken. Ongeveer tot hier. En vanaf hier wordt hij misschien een beetje rond zometeen. En dan wil ik even kijken. Hij moet tot dat pad, een padpaad weet ik van wat. Tot dat pad hier moet hij komen. Die van Char die komt ongeveer tot hier. Dus laten we dan ook kijken of we hem een soort van langzaam omhoog kunnen laten lopen. Zo. We gaan even kijken hoe we dit leuk kunnen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, dus 7 in totaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 omhoog. En dan herhalen we dat tot we ongeveer op hetzelfde niveau komen als mijn gebouw daar. Ja, dit gaat wel goed komen, jongens. We zijn er bijna. Oké, en vanaf hier wil ik ongeveer gaan beginnen met een hele brede bocht. En dan wil ik het niet namelijk zo'n vierkante rechthoek hebben hier. Ik wil hem een beetje netjes rond laten lopen. Even kijken hoe ik dat ga regelen, hoor. Oké, ik kom niet helemaal uit op het moment, zoals jullie zien. Ik moet namelijk twee blokken nog opschuiven. Dus we moeten hem net iets anders nog maken. Zo, oké. Nu hebben we een leuke ronding gecreëerd hier. Gaan we even een tukje doen. Dan moeten we natuurlijk ook nog de hoogte langzaam zo laten lopen. Want nu gaat hij in één keer hier naar beneden. En volgens hier strak stijl naar beneden. Hier is hij in één keer weer plat. Dus dat moeten we nu even gaan regelen. Oké, ik denk hoe ik hem nu heb dat dit het mooiste is. We hebben nu een soort van langzaam iets dat hij naar beneden loopt en de hoek omgaat. Ziet er van de zijkant misschien een beetje gek uit, maar dat wordt zo meteen nog wel een stuk mooier. Wat we nu moeten doen is hem een beetje spiegelen hier aan de andere kant. Laten we die blauwe blokken dan maar even gebruiken hier als tijdelijke blokken. En zoals jullie zien gaat dat in principe ook wel redelijk simpel. Mijn blokken zijn wel bijna op, dus daar moeten we even rekening mee houden. Maar volgens mij heb ik nogal veel meer van dit soort blokken in mijn chestroom liggen. Dus dat komt helemaal goed. Hebben we? Ja, kijk, we hebben nog heel veel van die blokken. Zo, oké, dan is hij helemaal rond. Dan moeten we hem nu helemaal daar naartoe doortrekken. En dit gaat in principe gewoon één recht simpel pad zijn. Oh, nee, dat gaan we niet doen, jongens. Het moet niet zo simpel zijn. Ik moet mezelf wel een beetje moeilijk blijven maken. Ook hier moet hij uiteindelijk een beetje krom gaan lopen. Dus laten we dit even helemaal weghalen. Alleen dit rechte stukje hier. Dit is helemaal perfect nu. Maar dit rechte stukje hier moet even opnieuw gedaan worden. Er moet ook een beetje een kromming in zitten in plaats van zo'n simpel recht pad. Oké, dus laten we even kijken hoe we dat doen. Kijk, dit ziet er al beter uit. Dan heeft het gewoon iets meer een kromkoppad. Ondanks dat het modern blijft. We gaan een beetje een mix van modern en toch een beetje natuur erin brengen. Omdat ja, het gaat naar Mandy's Mansion, dus het moet er ook een beetje bij matchen. En het moet ook matchen met de basis van Joris. Dus ga kijken hoe ik dat een beetje kan combineren, die twee. Ik denk, als ik het zo zie, dat we hem helemaal hebben. Ja, we hebben helemaal de outline. Geen zorgen, jongens. Die kikkerfarm gaan we zo meteen ook helemaal weghalen. Dat moet ook nog gebeuren. Oké, ja, dit ziet er wel goed uit. Is dat ik niet overheen kan vliegen om de vorm een beetje van hoger op te zien. Maar dat is maar even niet anders. Ik denk dat dit er wel leuk uitziet hoe we het pad nu hebben. Wat we nu gaan doen is dat we hem gaan vullen met koperblokken en met granite blokken. Het enige is dat mijn granite een beetje schaars is. Dus laten we beginnen gewoon met een aantal prachtige koperblokjes hier en daar. Gewoon eerst alleen even langs de randjes zoals dit. Het moet er namelijk een beetje gemixt... het moet gemixt zijn. Oh, wat is dit een poeptaakje. Vooral omdat er zeg maar geen blokken onder zitten. Ik moet ze de hele tijd langs het randje plaatsen zoals dit. Kijk, en hier wordt het dus even weer wat makkelijker.
Hier kan ik gewoon helemaal random al overal die dingen plaatsen. Zo, oké. Nou, jongens, weet je, ik ga dit even helemaal met allemaal koper doen. Dan ga ik nog wat granite zo meteen hakken. En dan zal ik dat hier ook tussen gaan plaatsen. En dan zie ik jullie wel als het binnenkantje van het pad helemaal af is. Tot zo! Goed, dames en heren. Het pad is af. Althans, het pad is af. De route is af. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is heel simpel de zijkanten. Want dat ziet er natuurlijk als je van de zijkant hier kijkt, ziet het er niet uit. En wat ik nog even wil doen is hier een paar van die blokken hier weghalen. En die mixen met andesite blokken. Want dat heb ik natuurlijk ook in mijn eigen basis. En dat ziet er iets minder saai uit. Dus laten we af en toe even zo'n blokje weghalen. Oh ja, zoals jullie kunnen zien is Shadow Online. Die heeft me 4 vuurwerk gegeven. En die beweert dat er vuurwerk is in de vuurwerkwinkel hier. Oftewel het tankstation. Alleen vorige keer dat ik keek was die nog leeg. Oh, in mijn vorige video was dit er allemaal nog niet. Als ik gewoon had gekeken. Rockets. Oh my days, jongens. Ze zijn wel allemaal rockets. Hoe duur zijn ze? 3 stack, 1 diamond. Ze zijn goedkoper geworden. Let's go. We gaan even rockets kopen. En we kunnen nu ook gewoon van de bovenkant kijken. En dit pad, jongens, dit is een heel leuk pad zoals dit. Dus laten we even wat diamonds bij elkaar schrapen. Hoppakee. En dan gaan we gelijk ook even wat andere spullen pakken die zo meteen van pas komen. Namelijk een, of nee, 2 shulkerboxen vol. Gaan we even hier omhoog. Plaatsen we die even hier. Gaan we die vullen met grasblokken. Oh, wacht. Dit gaat even helemaal fout, want ik heb veel te veel blokken in mijn inventory. Oké, dus gaan we helemaal vullen met gras. Zo. Gaan we even nog meer shulkerboxen meenemen met spullen. Laten we gewoon nog 2 pakken. Plaatsen we die hier. Oh, daar zitten nog troepjes in. Gaan we even dumpen hier. Dit is allemaal toch niet heel bijzonder. Pakken we nog meer gras. Dat doen we allemaal hierin. En dan nemen wij ook allemaal wat steen mee. En als het goed is, heb ik hier een shulkerbox. Ja, kijk, shulkerbox vol met steen. Dan natuurlijk nog die ene diamond. Even kijken. Nou, laten we 17 meenemen. Dan vliegen wij hier omhoog hierheen even naar het benzinestation, naar het tankstation van Joris. Gaan we helemaal leegkopen en dan kunnen we gewoon weer vliegen. Hoeven we niet meer te lopen. Vreselijk lopen. Slecht voor je benen. Dat is ook niet waar trouwens. Wat een leuke winkel is dit trouwens. Ik vind het helemaal geweldig. Rockets. En 1, 2, 3 is 1 diamond. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh mijn god, hij vult automatisch bij. Dat meen je? Wow, de winkel van Joris vult automatisch bij. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo. Dat zijn dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamonds in de kassa hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoppakee. Nou, dan hebben we alweer even genoeg rockets, hè? Oké, laten we gelijk verder gaan met de taak die ik aan het doen was. En dat is namelijk, even kijken, deze hier plaatsen. En dan deze gaan we even mengen. Even wat meer andesite ertussen plaatsen. Want het is nu vooral gewoon smoothstone. En ik wil ook andesite ertussen hebben. Niet te veel. Het moet wel meer smoothstone zijn dan andesite. Maar dit kan wel heel leuk zijn, zoals dit. Zo, dat is één kant. Dan beginnen we gelijk aan de andere kant hier. En ik vraag me af of ik het ga redden. Want mijn andesite is op het moment bijna op. Ik heb er nog maar 5. Dat is nou niet echt heel veel of zo. Gelukkig weet ik wel dat ik nog slabs heb. En daar zou ik in principe de laatste beetjes mee kunnen doen. Laten we even kijken. Ja, ik heb nog slabs. Dat zou moeten lukken. Moeten we even creatief zijn en gewoon zeggen op deze manier hier. Je ziet toch niet of het slabs zijn of dat het normale blokken zijn. Zo, oké. Hoe ziet dit er nu uit van de bovenkant? Even kijken. Oh, ja. Dat ziet er echt heel leuk uit. Oké, het pad begint langzamerhand een beetje leuk te worden. Wat ik nu wil doen, is even al deze blokken hier dumpen. Deze shulkerbox ook te plaatsen. Even kijken. Deze heeft steen en deze heeft gras. Laten we eerst even al het gras pakken. Nou, trouwens de helft. En de andere helft doen we met diamonds hier. En de andere helft doen we even met steen. Wat we namelijk gaan doen, jongens, is ik wil hier even 1 randje gras naast hebben. Zoals dit helemaal. Gewoon helemaal rondom. Ik wil het een beetje terraformen eromheen. Gewoon dat de natuur leuk meeloopt, weet je. Want nu vliegt het en dat ziet er ook niet leuk uit. Normaal zou ik dit allemaal in timelapses doen, jongens. Maar omdat ik druk ben met voorbereidingen voor mijn vakantie, dan vind ik het ook wel eens leuk om af en toe gewoon te laten zien hoe ik dingen bouw, weet je. En misschien vinden jullie dat ook wel leuk. Laat me weten in de reacties. Ben je meer van timelapses of vind je dit helemaal geweldig? Dat je gewoon ziet wat ik aan het bouwen ben. Nou, wat ik aan het bouwen en hoe ik het aan het bouwen ben. Maar goed, laten we even dit randje helemaal hier omheen doen. Dat is randje 1. Dan gaan we gelijk naar de andere kant. Dan komen we hier bij mijn netherportal aan. En die moeten we sowieso zo meteen slopen. Maar ik denk dat ik dit deurt gewoon helemaal over die kikkerfarm ga plaatsen. En dan is die kikkerfarm er nog wel. Maar dan bouwen we er gewoon helemaal overheen dat je hem niet meer ziet. Want hij is wel echt... heel lelijk. Oké, dan hebben we dat ook leuk gedaan. Hoe ziet dat er nu van bovenuit? Even kijken. Met een deurdrandje eromheen. Ja, kijk, nu zie je dat het langzaam ook gewoon helemaal zichzelf zal mengen in het pad. Of althans in de berg zelf. Als we dit nu leuk gewoon laten aflopen. Dus laten we dat gelijk even doen. In een mini kleine timelapse. Tot zo.
was een stuk meer werk dan ik oprecht had verwacht, jongens. Ik zei, dit zou een kleine timelapse worden, maar volgens mij heb ik uiteindelijk nog best wel wat shots moeten gebruiken. Maar kijk hoe een leuk pad dit is geworden naar Mandy's Mansion. En dit pad sluit zelfs helemaal aan. Volgens mij als je dit pad hier volgt, even kijken. Ja, dit pad sluit helemaal aan. Hey, er staat hier een villager. Hallo, jongen. Oh, er zijn meerdere. Er zijn er drie. Kijk, dit pad sluit oprecht helemaal aan. Hier leuk. Oh, dit is sowieso een heel leuk gebied, dit, hé. En dan kom je hier bij de fabrieken uit van Shard. De slijmfabriek. En volgens mij is dat een honingfabriek. Als ik die honingdingen daar zo zie. Maar goed, als je dit pad leuk zoals dit volgt, dan kom je uiteindelijk uit op mijn pad daar. En dat is natuurlijk een stuk moderner. En ik heb het gewoon heel lui. Ik weet het, jongens. Ik weet het. Ik heb heel lui de omgeving lopen boommielen, zodat het er iets leuker uitziet. Normaal ben ik daar altijd wel iets beter in, voor mijn gevoel, dan dit. Maar ik heb met Char afgesproken dat zodra ik terug ben van mijn vakantie, dat we hier tussen onze twee basissen in, dus tussen dit pad en mijn basis in, hele hoge, coole, mooie bomen gaan bouwen. Dus voor nu heb ik het even geboomhield. Maar in de toekomst gaan we dit gras dus allemaal weghalen zo. En dan komt hier iets veel leukers, namelijk hoge bomen en leukere grasplekjes en misschien een watervalletje. Verzin het. We gaan het een beetje leuk maken. En de andere kant hier, oh ja, daar ga ik even over vertellen. Ik wilde eigenlijk een pad maken ook naar Joris toe. En die wilde ik ongeveer vanaf hier doen, dat je dan hierheen ging. En dan hier weer zo'n overhangende brug hebt met een waterlift naar beneden, die dan geconnect is aan Joris' basis. Maar Joris en Char zijn op het moment online. En zoals jullie kunnen zien, zijn ze hier erg druk bezig met het bouwen van een nieuwe tunnel. En die tunnel... Oh mijn god, wat is het donker hier. Oh, wat is het donker hier. Oh, daar komt Char aan, hoor. Daar komt ze. Hallo? Hallo? Hallo, mooie tunnel. Nou, dan kunnen we stoppen als die nu al mooi is. Dan ja, is je bent klaar. Hij is mooi. Ja, top. Hij ziet er goed uit. Goed werk geleverd. Ga lekker naar huis, zou ik zeggen. Verwin jezelf op een bak chips. Zal ik doen. Ja, oh, Joris komt eraan. Zeg jij tegen hem dat ik vrij ben, want ik hoor net dat ik naar huis mag. Hij hoort het waarschijnlijk niet. Nee. Oh, daar zou je hem hebben. Char is klaar, Joris. Je moet uit de groep. Nee, ik hoef je troep niet. Joris. Ik zat nog in een groep. Hallo. Char is klaar. Ja, jij bent een vervanging, hoor ik. Nee, dat is niet. Ja, daarom gaf ik je blokken. Daarom kon je ook nee, niet. Nee, ik hoef niet. Ik heb net helemaal niet over terraformen hierboven. Maar ik wil de blokken wel hebben. Hoe heet het? Nou, was gezellig, jongens. Was leuk. Nee, grapje, nee, maar ik ben vrij. Alsjeblieft. Oh ja, dan hou ik zo. Nee, ik ben vrij, maar ik wil vrij zijn met Tuf. Met blokken. Mijn Tuf. Oké, succes. Hey, leuke tunnel, jongens. Ik ga even een rondje vliegen en dan ben ik klaar. Doe dat, succes. Dankjewel. De tunnel is nog niet klaar, maar de tunnel is wel heel leuk, want de tunnel komt uit hier in het ongeveer in het midden. Ah, ja, zoals ik volgens mij begin deze aflevering zei, of vorige aflevering. Volgens mij wordt dit dan uiteindelijk weer heel anders. Dit gebiedje hier verandert alleen maar. En de SRV-wagen staat hier ook nog steeds. Uiteindelijk komt die tunnel dus gewoon bij Mactus de Cactus uit. Misschien kunnen we dit pad dan wel gewoon linken. Dat het beginstation Mactus de Cactus is en het eindstation, als het goed is, als je dit hele pad volgt, kom je bij meneer KB zijn basis uit. Ja, dat is leuk, jongens. Oh, die tunnel is wel echt heel donker. Ik zie helemaal niks. Ja, dat is leuk. Dat is erg leuk. Maar wat ik dus wilde zeggen, dames en heren. Ik laat Joris en Char die tunnel even afbouwen. En zodra die af is, is er misschien een leukere manier om naar mijn basis toe te gaan. In plaats van via een pad hier helemaal zo naar beneden. Misschien kunnen we namelijk ergens in de tunnel wel een afslag maken. En dan een lift naar boven die dan in mijn grote basis uitkomt. Dat je dan met die lift of hier in mijn magazijn of misschien... Oh, dat zou oprecht wel cool zijn als je dan in dit gedeelte hier uitkomt. Ik weet namelijk nog niet zo goed wat ik hier wil hebben. Dus stel, hier zou nou gewoon zo'n pad naar beneden gaan. Dan bouw ik dit helemaal dicht en dan... Ja, dan is dit stuk hier is gelinkt aan de tunnel van Joris. Oh, dat zou oprecht heel cool zijn. Laat maar even weten in de reacties als jullie dat wat vinden. Jopie, de bodyguard, jongens, die vindt dat een geweldig idee. Toch, Joop? Oh. Ja, hij zei ja. Jullie horen het misschien niet, maar hij zei ja. Ik ga het er wel even met Joris over hebben. Ik ben benieuwd namelijk of dat een leuk iets kan zijn om te doen. Ook heb ik bij de terraform hier een klein klifje gemaakt aan deze kant. Omdat het anders wel heel stijl met al dat gras omhoog liep. Dus het is gewoon een beetje een mix van plat gras en een beetje een klif hier en daar. Maar het pad is wel helemaal af. Hartstikke leuk. Dan hebben we twee dingen gedaan. We hebben het pad gebouwd hier. We hebben de omgeving van het pad gebouwd. En we hebben natuurlijk nog steeds in deze aflevering dat leuke gedeelte daar gebouwd. En wat ik nog meer wil doen, niet deze aflevering, maar wat ook wel leuk is voor de toekomst, jongens. Wat Joris hier al aan het doen is, wat ik ook kan doen. Joris die gebruikt hier een paar af en toe van die plaatjes. En dan kan je leuke dingen zoals dit doen. Je kan het daar aan de overkant zoals dat doen. Joris is aan het zingen. Dude, you don't even care for music, do ya? Mooi aan het zingen, Joris. Dank je. Ja, hoor dat ook gewoon. Je staat hier. Kut, sorry. Echt mooi. Wat cijfer krijg ik?
Het klonk niet slecht. Ik denk dat ik het slechter zou doen. Dus voor mij is het een 6. Ik zou mezelf 3 geven. Doe jij ook even je eigen koffer dan? Ik ga gelijk weglopen. Nee, dit komt echt niet in de video. Dan word ik echt boos. Echt heel boos. Dit komt zeker wel de video, Sebastian, voor jou. Dit gaan we er zeker in doen. Kijk, en wat Joris nog meer gebruikt, is posters zoals dit. Het lijkt wel gewoon op een paar plakposters hier en daar. En dan graffiti hieronder. Dit wil ik ook bij mijn basis hebben. Alleen ik moet even kijken hoe we dat leuk kunnen doen. Want bij Joris is het allemaal wat ruiger en wat wilder hier. En bij mij is het allemaal... Ja, het is ook wel wild, maar het is modern wild en op een andere manier wild. Vanaf hier zit, vind ik mijn baas trouwens echt heel raar eruit zien, die boog vooral. Maar kijk, vanaf hier ziet het er al gelijk weer een stuk leuker uit. Maar ik wil dus even kijken hoe ik dat ook bij mijn basis kan gaan doen. Maar daar verzin ik wel wat leuks op. In ieder geval, voor nu dames en heren. Voor nu ga ik deze video afsluiten. Terwijl de zon daar lekker onder gaat, moeten we hem ook snel afsluiten voordat ik word aangevallen door zombies. Vond je dit nou zo'n leuke video? Vergeet er zeker even niet te liken en te abonneren. Hij is misschien wat korter dan normaal. Misschien gebeurt er iets minder dan normaal. Maar omdat ik op vakantie ga, doe ik hartstikke erg mijn best. En weet je wie wel elke dag een video uploadt? Deze vieze YouTuber hier, Makkers. En bijvoorbeeld deze video van hem. Dus ga zeker even naar Makkers zijn kanaal. En kijk anders gewoon lekker zijn video's als je je verveelt. Hartstikke leuk. En dan nu, spreek je later. Glaasje water, selfie, blessie, tot de volgende keer. Bye.